We gaan naar modelpresentator en schrijfster Daphne Dekkers. Al 17 jaar samen met de enige Wimbledon-winnaar van Nederland, Richard Krajicek. En privé en zakelijk gaat het als een speer. Het sportmoment van 1996. Richard Krajicek wint Wimbledon. Als enige Nederlandse Grand Slam winnaar ooit tennis Richard zichzelf na 26 finales waarvan hij er 17 wint. In 2003 moet hij noodgedwongen wegens blessures zijn tenniscarrière vroegtijdig beëindigen. Richard werd na zijn carrière toernooi-directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Weer geen bal. Door zijn netwerk strikt hij wereldsterren als Roger Federer en Rafael Nadal. Richard is He's a people who I admired like a player. En terwijl Richard regelmatig op de tennisbaan balletjes blijft slaan, scoort zijn vrouw Daphne Dekkers met echt van alles. Ze is ex-topmodel, moeder. Ja, ze is gewoon een topmodel. Presentatrice van onder meer Holland's Next Topmodel en succesvol schrijfster. Ik ben heel blij dat het klaar is. En je snapt dat Richard zo'n vrouw nooit meer loslaat. We zijn gewoon heel leuk samen. Ja. Nou, ik zei net dat jullie nog nooit samen in een uitzending hebben gezeten aan een talkshow. Is niet helemaal waar. Volgens mij hebben jullie helemaal in het begin ooit bij Ivonier gezeten, toch? Ja. En daarna nooit meer? Nee, niet vaak in ieder geval. Nou, je wordt zo Bassie en Adriaan, weet je, als je overal samen naartoe gaat. Dus ja, iedereen in Nederland weet toch dat jullie bij elkaar horen? Ja, daarom. Nou goed. Richard, gefeliciteerd met de line-up weer, met ABN AMRO Tennis Toernooi. Behoorlijk weer wat spelers binnengehaald. 7 van de top 12 uiteindelijk binnengehaald. Hoe lastig is dat uiteindelijk elk jaar weer? Ja, het is altijd een uitdaging en... Ja, altijd even afwachten wat er gaat gebeuren. Je begint natuurlijk altijd wel met nummers 1 en 2 van de wereld. Dat was Djokovic en Nadal dit keer. En ja, dat is helaas niet gelukt. En dan ga je kijken, ja, hoe gaan we het verder dan aanpakken. Dus hebben we voor een heel breed veld gekozen. Dus uiteindelijk 7 van de top 12. En misschien komen er nog een paar top 20 spelers bij. We moeten even kijken. Maar van de top hebben we nu iedereen die we kunnen... En is dat dan puur een geldkwestie dat 1 en 2 niet komen? Ook Nadal trouwens ook niet? Is dat dan geld puur? Nee, Nadal heeft niks met geld te maken. Zijn knieën zijn slecht. En daar heeft veel problemen mee. Is een paar keer al lange tijd eruit geweest. En als hij op gravel kan spelen, want dat is minder belastend voor zijn knieën, dan gaat hij op gravel spelen. En helaas voor ons is tijdens het ABN AMRO toernooi is er een tour in Zuid-Amerika. En daar is gravel. Dus zijn manager zei van, als je nou gravel neerlegt in Rotterdam, dan komt hij waarschijnlijk wel Rotterdam spelen. Want dan hoeft hij niet zo ver te rijden. Maar dat gaat nooit gebeuren, of wel? Ligt niet in de plannen, maar je weet nooit, hè. Ja, sluit het niet uit? Nee, gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee, je weet hoe dat gaat. Als je het zegt van het misschien, en dan heb je de kortste keer dat gravel in Rotterdam ligt. Wat maakt het toernooi na al die jaren nog steeds zo aantrekkelijk? Is dat het deelnemersveld of is het de manier waarop jullie het organiseren? Voor wie? Nou, voor het publiek. Oh, voor het publiek. Nou, voor het publiek denk ik dat combinaties van deelnemersveld, alles wat je eromheen kan doen. Hè. De laatste 7-8 jaar hebben we het over het dagje uit. Hè. Dat voorheen was, heb je familie en er is misschien 1 tennisfan. Die heeft zoiets van, ja, ik heb geen zin om kinderen die vervelend zijn mee te nemen. Of een man die doet moeilijk. Ja. En nu hebben we van alles. We hebben een heel groot sportsplaza, noemen we dat. Dat is allemaal tennisbanen, worden clinics gegeven. En je kan ook winkelen daar. Er is ook een bar voor de mannen. Die kunnen daar even lekker drankje drinken. Je kan toptennis kijken. En als er even is, een speler is die denkt van, nou, die hoef ik niet te zien. Dan zijn er andere alternatieven. Het is echt heel speciaal. We zijn natuurlijk gewend in Nederland. De mensen die komen van, nou, dat is normaal. Maar iedereen die komt, die heeft zoiets van, wauw, dit is echt het meest ongelooflijk toernooi wat ik ken. Nou, jullie zijn sportliefhebbers, hè, Johnny en Vigo. Als ik dan zeg de tegenstander in 96 van Richard, weet je dat dan? Washington. Mellify Washington. Washington, ja. Washington, ja. Ik zat net te kijken. De streaker, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ja. Hoe heette die? Ja. Sander Landinga, volgens mij. Ja, maar dat is wel, dat moment hebben we zo vaak gezien natuurlijk. Maar wel, dat blijft altijd bij je. Hele moment. Dat hij dat wint. Ja. Nou, we zagen het net al in die... Hoe vaak word je daaraan herinnerd? Ik vroeg me af, wat is nou het verschil van een oud tennisser die Wimbledon heeft gewonnen en eentje die niet Wimbledon heeft gewonnen? Waar merk je dat aan? Ja, hij heeft niet die beker op zijn kast staan. Ik denk en als je er komt, volgens mij, elk jaar weer, word je wel met alle egards behandeld. Nou, je bent lid van de club. Precies.
van de club Wimbledon-winnaars, maar ook letterlijk van de club Wimbledon. En dus dan, ik mag daar tennissen. Dus vanaf de woensdag na de finale van het toernooi, dan ga ik daar, kan ik daar met vrienden naartoe. Dan gaan we een balletje slaan en dan kan je daar ook lunchen, moet je wel in pak gaan. En ieder jaar word ik uitgenodigd minimaal één keer in die rode box te zitten tijdens wedstrijden. Dus dat is wel erg... Ik moet zeggen, na mijn carrière geniet ik eigenlijk nog meer van dan tijdens mijn carrière. Maar betekent dat dan ook, want jouw zoon, jullie zoon, eigenlijk die tennis ook, heb hoog niveau ook. Betekent dat ook dat je ook met hem dan daar kan gaan spelen, nu al? Heeft hij al geweest? Heeft hij al gespeeld ook al? Ja, we hebben al gespeeld, maar dat was een beetje illegaal wat we deden. Dat was tijdens het toernooi. Dat was wel op de trainingsbanen. Je hebt daar daarnaast heet Arangi, heet dat tennispark. Daar heb ik met hem gespeeld, ook met Emma. Maar ja, ik ga wel een keertje met hem spelen, denk ik, na het toernooi. Dan gaan we er naartoe. Hoe goed is hij? Ja, hij is niet slecht. Hij hoort in zijn leeftijd, hij is 13, dan hoort hij wel bij de top 5, 6 van Nederland. Maar hij is erg aan het groeien nu. Hij is in korte tijd veel gegroeid. Dus hij heeft de laatste 6, 7 weken weinig tennis. Dus je moet al nu voorzichtig zijn. Dus hij wordt gewoon een grote jongen. Waar zat jij op die leeftijd? Welke? Top 5? Nummer 1, denk ik. Toen ik ietsje jonger was, toen 11, was ik echt top van de wereld. Was ik vierde van de wereld geworden. Dat heeft hij dan niet gehaald. Maar toen, vanaf mijn 12e, 13e, toen ging het heel slecht. Ja. En toen ik 16, 17 was, toen werd ik prof. En toen langzaam krabbelde ik weer omhoog. En toen voor mijn 21ste was ik top 10 van de wereld. Maar toen ik echt 11 was, was ik echt was ongelooflijk. Maar toen ging het wat minder, dus hij gaat iets gestager. Haal je de druk bij hem weg of doe je dat? Dat weet ik niet. Omdat jij zijn vader bent? Ja. Nou ja, zit je dat is lastig, maar in de tenniswereld, hij gaat er goed mee om, vind ik. Ja. Maar zit je er goed op? Zit je er dicht op? Of laat je hem een beetje lossen? Met jouw vader staat heel dicht op, bijvoorbeeld. Ja, ja nee, ik probeer dat losser aan te pakken, inderdaad. Ik heb één keer, toen had ik echt denk van, wat heb ik nou gedaan? Dat was jaren geleden, toen stond hij 6-0, 2-0 voor. En toen ging hij opeens, als hij wedstrijd won, mocht hij meedoen met het Nederlands kampioenschap. Dus ik had zoiets van, dit is belangrijk. Ja. En hij ging naar het net opeens, hij was zo groot. En hij ging allemaal dingen doen. Ik dacht, wat doet hij nou? Dus ik zeg tegen iemand naast me, oh, dit gaat verkeerd. Nee, je bent zo negatief. Nou, hup, 30 minuten later, 6-2, 6-1 verloren. Dus ik zat in de auto, ik denk, oké, mijn vader werd vroeger altijd boos, schreeuwen. Ja. Ik zeg, ik ga niet schreeuwen, ik moet wat aardig zeggen. We waren in Leeuwarden. Dat is al een uur rijden naar huis. En een uur lang heb ik na zitten denken, wat kan ik nou aardig zeggen? Dus ik heb niks tegen me gezegd de hele rit naar huis. En het was zo zielig eigenlijk. En toen die avond belde ik zijn coach, zeg, joh, ik moet afstand nemen. En toen ben ik ongeveer 3/4 jaar niet naar een training gaan, niks. Ik denk, ik moet nu echt even en sindsdien kan ik goed afstand nemen. Soms komt opa ook kijken. En mijn vader, ja, dat is interessant. Ja. Opa komt soms ook kijken in de wedstrijd. Ja. Als opa kijkt, wat gebeurt er dan? Ja, dan hebben we wel eens discussies over... wat er moet gebeuren. Hij loopt er altijd de ijsberen open, echt zoals hij vroeger ook bij jou deed. Laatst een foto gemaakt. Mijn vader ging altijd bij de baan staan. Maar hij stond te spelen. Hier was de tribune en er zaten twee banen tussen. Hij speelde de derde baan. En daar was het buitenraam. Het was gewoon sneeuw buiten. Mijn vader gaat opeens weg. Ik denk, wat doet hij nou? En opeens even later staat hij daar buiten. Staat hij zo bij het raam te kijken, want er komt zon binnen. Om maar dicht bij die wedstrijd te zijn. Dus ik denk, daar heb ik een foto van gemaakt. Ik denk, dit is mijn jeugd geweest. En wat is dan de rol van Daphne, van moeder hier in de tennis? Laat je dat helemaal los? En laat je dat helemaal aan niets zeggen daarover? Totaal 0,0. Nou ja, weet je, na al die jaren denk ik af en toe ook van... ik kan hier ook wel wat zinnigs over zeggen als hij bijvoorbeeld getraind heeft of gespeeld heeft. En dan heeft mijn zoon al heel snel zoiets van... Je weet er niets van. Als ik iets wil horen over tennis, dan vraag ik het wel aan papa van mijn trainer of zo. Dus ik ben HB'er van halen brengen. En voor de rest, ik... Er zijn heel veel topcoaches die ook zeggen van je moet je kind brengen en daarna moet je weggaan. Dat kunnen de ouders het beste doen. Dus jij doet het precies goed volgens mij. Nou ja, ik wil dat niet de hele tijd bovenop staan te hijgen, weet je wel. Want er zijn al zoveel mensen die zich ermee bemoeien. Maar jij eigenlijk ook niet. Jij staat ook niet... maar we vragen het eigenlijk altijd aan Alex van... Weet je, wil je dat we kijken of wil je dat we een rondje parkeerplaats... En wat kiest hij? Hij eigenlijk altijd wil dat ik kijk, maar hij heeft me ook wel tegen me gezegd van even niet. En toen mocht ik een tijdje ook niet komen kijken. Dus best. Weet je, ik zei dat ik ergens maar irriteerde bij mijn vader als ik dan echt niet tegen kon toen ik jong was. Echt jong was, jaartje of 12. Ik zei, ga weg, weet je wel. Bleef hij.
En ik, oh, dat wil ik me zo niet aandoen. Dus, maar ja, aan de andere kant, ik win Wimbledon, dus misschien doe ik het verkeerd. Nou ja, weet je wat? Jij bent ook ouder, Figo. En wat ik herken in ieder geval, heel vaak zeg je van, dat wil ik niet van mijn moeder. Dat wil ik niet doen. Nou, dat is heel weinig hoor, maar een aantal dingen denk je, nou, dat wil ik niet. En toch merk je uiteindelijk dat het er toch in sluipt. Het erin, ja. Ik ben er heel slecht. Ik ben een paar keer heel slecht in geweest. Ik was coach van mijn zoon ook, in voetbal. En dan kon ik me toch niet inhouden om, inderdaad, jij hebt gezwegen. Dan zei ik één ding, had ik ook lang, en dan zei ik toch precies het verkeerde. Het is niet te geloven. Sterker dan jezelf. Ja, dan ga je een aanwijzing geven of een opmerking maken. Dat ik aan hem zag van, dit is precies de verkeerde opmerking. Hoe krijg je het voor elkaar? En hoe doe je het met Emma? Want het grappige is dat jullie, twee kinderen, Emma en Emma gaat richting modellenwerk, lijkt wel. Nou, Emma is ook clubkampioen van het tennis. Ja. Ja, die kan best wel goed. En hockey doet ze ook nog. Hockey doet ze, en modellenwerk. Ja. Nou, modellenwerk. Ze heeft één keer van Mart Visser, wat dan een vriend van mij is, heeft ze dan collectie gedaan. Maar dat is niet helemaal waar haar belangstelling ligt. Maar dat heeft niet haar belangstelling, dat wil ze ook niet professioneel gaan doen zoals jij dan tijd hebt gedaan. Nee, ja, ze vindt het wel heel leuk allemaal, maar ze vindt zoveel leuk op het moment, weet je. Dus dat Alec is wel heel serieus met de tennis bezig, maar Emma niet zo heel serieus met. Wat geef je daarvoor aanwijzingen als iemand model loopt? Wat moet je dan zeggen? Maar wat model loopt? dat je een goed bureau moet vinden. En dat je van nature een beetje die lichaamsmaten moet hebben. Anders moet je er helemaal niet aan beginnen. Het is natuurlijk een beetje een freakshow van lange, dunne mensen. En je maakt jezelf je leven lang gefrustreerd als je probeert daarin te passen. Terwijl dat niet jouw lichaamstype is. Dus gewoon een heel goed bureau en gerenommeerde mensen mee werken. En ook accepteren als het niet jouw ding is, weet je. En je moet het zien als iets wat je een paar jaar doet. En dan ga je heel hard weer de andere kant op rennen. Het is leuk, een soort backpacken, maar dan betaald. Toch weer dat bubbelbad, zeg maar. Ja. Weet je woont en je werkt in New York, in Parijs, Milaan, Tokio. Je reist een beetje over de hele wereld. Maar laten we eerlijk zijn, het is een beetje een Kleenex-cultuur van gek volgende, weet je. Dus je kan gewoon een tijdje doen en dan moet je heel snel iets anders gaan doen. Dus eigenlijk heeft onze dochter dat al vrij snel begrepen van, ja, dat is leuk voor even, maar ze wil graag chirurg worden, in Amerika studeren. En dat is voor je leven, weet je. Dus dat begrijpt ze al wel. Nou, jij hebt ook een andere ambitie gehad altijd. Je hebt boeken willen schrijven. Je hebt willen schrijven überhaupt. Ja. Je zegt het zo mooi, ja, schrijven is de taart en de rest is allemaal de kers. Als wat je daarna zou presenteren of wat dan ook. Ja, eigenlijk wel. Mensen zien je veel op tv. Ik doe natuurlijk ook een boulevard. Ja. Ik heb jouw plek overgenomen, boulevard. En tv is heel aanwezig. Dus mensen hebben het gevoel van, nou, dat is het allerbelangrijkste wat je doet. Maar voor mij is dat de slagroom op de taart. Voor mij is het schrijven, dat is mijn taart. Weet je, dat is het ook vanuit een bepaalde discipline dat je het doet? Want dat je dan elke maandag gaat zitten, dan moet je iets produceren. Al 20 jaar. Maar er komt het dus ook elke dag, of elke maandag komt er iets. Ja, nou, Richard weet als geen ander dat het dat gaat wel gepaard met een hoop gevloek ook. Dat ik heb geen onderwerp. Ja. Geen laatste zin. Dat. Bedenk even een laatste zin voor me. Precies. En doe je dat wel eens dan? Altijd. Eigenlijk schrijf jij ze. Alle leuke columns. Van hem. Ja, dus dat. En de kinderen worden ook steeds ouder. Dus die komen ook wel eens thuis. Dus ik heb een goed onderwerp voor je column. Of als ik ergens heel erg om moet lachen, zeg ze leuk voor je column. Zeg jongens, niemand hoeft mee te denken. Ik doe het zelf wel. Maar ja, al 20 jaar. Weet je waar ik het meeste moeite mee heb? Nou. Met de jaarlijks terugkomende ding. Weer Sinterklaas. Weer kerst. Weer oudjaar. Weer dit jaar Sinterklaas is niet zo'n probleem, denk ik. Nou, eigenlijk wel. Nee, laten we niet die discussie nog een keer voeren. Nee, precies. Daar blijf ik ver van. Maar ja, je schrijft ook heel openhartig ook. Je bent heel open over, dat moet ook bijna wel als je zoveel produceert, over jullie gezinsleven, over dingen die je bezighouden. Vandaag heb ik bijvoorbeeld over de klagende cultuur van vrouwen eigenlijk. Dat jullie altijd zoveel klagen. Dat zeg jij, hè? Dat zeg ik niet, hè? Het is grappig dat jij zegt vrouwen. Het ging over mensen, maar jij hebt meteen vertaald naar vrouwen. Maar Jij schrijft... Dat ik met mijn vriendinnen lekker aan het bitchen was. Omdat ik dacht, ik moet ergens ophouden, moet klagen. Maar klagen in het algemeen, weet je. Het is zo lekker om te klagen. En dan ben je lekker aan het klagen. En denk je, ik ben het weer kwijt. Maar op een gegeven moment dan word je zo'n soort... Nooit? Nee, hè? Niet. Jij klaagt nooit? Heb je wel eens een columnist dat je denkt van, oh, Daphne, echt, ik hou van je, maar dit kan echt niet. Nee, heb je niet. Nee, het is alleen maar heel fijn wat staat. Nee, misschien heel vroeger kan ik me herinneren dat ik dacht van, waarom zeg je dat? Ik kan geen voorbeeld geven. Nou, toen we hierheen gingen, toen zei je nog van,
van, oh lekker, ik wou dat ik ze gelezen had. Want hij leest ze niet altijd. Van, je hebt me de kledingkeuze een beetje lopen dissen. Ja. Ik had verteld hoe Richard zeg maar, wisselt van seizoenen qua kleding. Dan gaat de kast open dan, en dan komt er eigenlijk nagenoeg hetzelfde weer terug. Nou ja, op een gegeven moment, als ik hier lees, lees heerlijk weg. Ja, maar als ik hier lees over geschoren... Sorry? Ja, dat, nou ja, niet gesnorren, maar geschoren ballen bijvoorbeeld. Nee, van zo, Daphne. Ja, maar dat gaat dan niet over... Richard? Nee. Nee, in zijn algemeenheid. Het ging niet over jou, toch? Oh, ik kom hier voor het toernooi, dacht ik. Maar, okay. Het zijn ook harige ballen. Okay, okay. Maar hoe managen jullie dat dan? Jullie hebben allebei ontzettend drukke, goede banen. Ik bedoel, altijd allemaal multitalent. Hoe manage je dat allemaal met elkaar, met je twee kinderen en ook met elkaar? Zo, af en toe is het ook best wel een spoorboekje bijna wat je naast elkaar legt. Zeker omdat de kinderen ook nu hun eigen agendas hebben en eigenlijk heel veel traint. En die moet overal naartoe gebracht worden. En Emma heeft ook haar eigen dingen die ze allemaal doet. En af en toe is, maar schrijven doe je vooral thuis. Dus eigenlijk ben ik best wel veel thuis. En dat is wel een enorm voordeel van columnschrijven en romanschrijven. Dat heb ik altijd thuis gedaan. En was dan de periode, want je bent heel erg ziek geweest. Dat weten we allemaal. Maar je hebt echt dagen in het ziekenhuis moeten liggen. Ook een antibiotica-kuur. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat, ik ben de bacterie nu eindelijk kwijt. Ik raakte die bacterie maar niet kwijt. En die was resistent tegen een aantal soorten antibiotica. Dus hij kwam weer terug. En, dus dat, je leest dat altijd, hè, dat de bacteriën resistent zijn. En denk je een beetje ver van je bed zo. Nou, tot je letterlijk in dat ziekenhuisbed ligt en dan raak je hem niet kwijt. Wat was jouw rol dan op dat moment, Richard? Dat zij weg is? Met kinderen, maar dat doe ik al sowieso veel mee. En, en dan zogenaamd voor haar lekker eten halen. En dan als ik dan bij haar kom, zelf het eten opeten. Dus dat was een beetje mijn rol. Maar voor de rest zorgen dat gewoon alles goed loopt thuis. Maar, dat doet hij eigenlijk altijd gewoon. Ja, en een beetje interesse tonen. Nee, dat klinkt heel onaardig. Maar het gekke is, ik heb een aantal mensen aan tafel gehad de afgelopen week die het hebben over niet naar je lichaam luisteren, een burn-out oplopen. Of ik voelde me wel niet lekker, maar ja, ik ging toch maar door. Was bij jou ook zo dat je wel wat voelde, want je dacht van, stel je niet aan, ga gewoon door. Ja, eigenlijk alleen maar. Eigenlijk, ik was met Johnny in Italië, toen was ik eigenlijk al ziek. Alleen dat wist ik niet. Was je daar al ziek? Ja, je ziet er wel, maar je ziet er helemaal niet ziek uit. Kijk, we hebben een stukje van jou in Italië met Johnny. Je droom die uitkomt. Pompeii. Niemand wilde met je mee. Ik ben met je meegegaan. En nu sta je midden in Pompeii. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb er zo'n zin in. Het zwembad. Kijk dan. Wat een top zwembad is dit, zeg. Kijk dan, het zijn mensen. Ongelooflijk. Ja, stille getuigen. Ja. Merk je dat je ziek was? Nee, dat was... Dat is het zelf ook niet geweest. Niets van gemerkt, gewoon... Nee. Wat had je dan daar al? Buikpijn, pijn in mijn rug. Ja, maar ik had ontstoken nieren, alleen dat wist ik niet. Maar dan kan je dus heel goed acteren. Nou ja, weet je, ik denk altijd van... niet zeiken, kom op, iedereen heeft wel ergens last van. En je denkt van, misschien heb ik iets verkeerds gegeten. Of je probeert steeds een verklaring... Ik denk niet, als ik iets heb, dan denk ik, ik ben heel erg ziek. Helemaal niet, maar op een gegeven moment ging het echt heel snel bergafwaarts. Had jij door dat ze zo ziek naar Pompeii ging? Nee, maar dat is een beetje het rare met Daphne. Ze heeft ongelofelijke discipline op het gebied van werk. Op het gebied van sporten minder. Maar met werk echt, ik moet dit schrijven. Ik had tegen mezelf gezegd dat ik vandaag 1000 woorden zou schrijven. En dan gaat ze door, ook is het 1 uur, 2 uur. En dan zijn we bijvoorbeeld buiten, is lekker weer, zijn we op vakantie. En dan gaat ze gewoon binnen zitten. Dus als zij het gevoel heeft van, ik moet dit doen, dan gooit ze een paar pillen, een paar paracetamol of wat dan ook erin. Dan gaat ze gewoon door. En ze heeft gewoon gewerkt die avond dat ze echt, dat het echt niet meer kon. En dan kwam ze thuis. Kwam je thuis en zo van, we zouden eigenlijk even, ik had iets opgenomen, zouden we een serie kijken of zo. Zei, ik wil graag, maar ik moet nu even warm bad en ik voel me zo slecht. Nou, even later belde ze me op mobiele telefoon, ze kon niet eens meer uit bad komen. Ik voel me zo slecht. En dan zei, ik heb het zo koud. Dus ik lag in bad en koud en ik voelde het bad en het was gewoon echt kokend heet water. Maar ze had gewoon ijsknaar. Ik denk, dat gaat niet goed. Dus toen naar het ziekenhuis gaan. Ja. Maar zover is ze gegaan dat echt
niet meer kon. Dus, dat is eigenlijk ook niet goed. Maar ja, ik denk altijd van, ik wil niemand teleurstellen en ook mezelf niet. En ik wil ook niet zeuren. Weet je? Ik denk altijd van, kom op, iedereen heeft wel eens wat, paracetamolletje. Maar dat loopt uiteindelijk niet zo goed af. Maar goed, het is uiteindelijk gelukkig goed afgelopen. Ja. De bacterie is uit je lichaam. Ja. Je hebt die waarschuwing gekregen, behoorlijk wat. Ja. Dan zou je denken, nou ja, dat neem je dus ter harte voor de volgende keren. Maar waarschijnlijk... Ja, nou, dit of komt me niet zo snel meer, hoor. Dat ik het zo uit de hand... Tenminste, dat denk ik. Nee, dat is niet gezond. Nog één ding tot slot. Want ik zie jullie al jaren samen. Jullie zijn allebei die ambitie, wat ik al zei. En die energie ook met elkaar. Als jullie nog één ding samen zouden willen doen, wat je nog niet hebt gedaan, wat is dat? Nou, ik weet wel wat Richard wil doen. Je zit wel op de fiets naar, waar moesten we heen? Naar Zuid-Spanje. Maar dat maakt niet aan. Mijn zoon heeft, Alec heeft al gezegd, dat doe ik wel. Dus over 2 jaar, dan is hij 15. Ja. Dan gaan wij, dan fietsen wij van Nederland naar Spanje. Hij is een beetje opgegeven. Hij wil eigenlijk dat wij het doen, maar ik zit nou alleen met een motortje. Ik kan hem gewoon niet bijhouden. Hij fietst keihard bergop. Dus dat vind ik echt niet... Fiets gewoon rustig, in z'n één. Hè. Dus heel rustig en nog... Dan gaan scheurtjes vertonen. Zie je, scheurtjes nu. Dus mijn zoon gaat het is inderdaad gevaarlijk. Ik denk, laat maar, weet je, vlieg jij maar daarheen. Wij komen wel. We zien elkaar daar over een week of twee. Nou ja, in ieder geval, we gaan naar het toernooi, jongens. Dank je dat je hier was. Succes met het toernooi en succes ook met het boek van Daphne Deffen. Typisch Nederlands. Dank je wel. Dank je wel.